Op 22 april vertrok Henry Mentink voor een reis van 45 dagen met een kruiwagen naar Parijs. Een pelgrimage voor de aarde. Met in de kruiwagen aarde van over de hele wereld. Op 7 juni liep Henry de laatste etappe in Parijs, van de Notre-Dame naar het hoofdkantoor van de UNESCO, om daar de hele aarde op de werelderfgoedlijst te plaatsen. Even een speciaal moment, want we zetten Pindad uit. Ja! We zijn er. Hij werd ontvangen door de heer Elundu Asomo, hoofd van het UNESCO Werelderfgoedcentrum. Thank you. Henry Mentink. Henry, nice meeting you. In aanwezigheid van Hans Wesseling, permanent vertegenwoordiger voor Nederland bij de UNESCO, overhandigde Henry een manifest aan de heer Elundu Asomo, waarin een oproep staat om vooral met elkaar te zorgen voor de aarde. We wrote some information in a sort of a manifest for the earth. And we would like to hand it over to you, and we would like to, let me say, have a talk in the future on how we can help you or the earth with a beautiful earth. Hans Wesseling had niets dan lof voor Henry. UNESCO vertegenwoordigt eigenlijk ook symboliek. Het gaat allemaal om wat we denken. It's building peace in the minds of men. En als ik ooit één vreedzame missie heb gezien, is het wel van Harry. Dus ik heb me daarom ook echt gehaast om hierbij te kunnen zijn. En ik ben erg dankbaar dat het hier gekomen is.